Horecaondernemers hebben het zwaar. Heel zwaar. Zo ook Herman Hel. Afgelopen maandag tweette hij dat de omzet van vorige week dramatisch was. En dat het eigenlijk totaal geen zin meer heeft om open te gaan. En toch is die open. Maar waarom? Ja, om een paar redenen. Reden 1 natuurlijk is dat ik vind dat wij, als, zeker mijn horecabedrijf, een maatschappelijke functie hebben. Wij zitten op locaties in de steden waar we ook een soort herbergfunctie hebben. De oorsprong van de horeca. Dus je toch een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar je publiek. Maar goed, financieel kan dat niet meer eigenlijk. Wat je merkt is, wat wij veel horen ook in mijn omgeving, is dat mensen natuurlijk het samen zijn met vrienden en familie missen. En dat is ook iets waar wij, een behoefte waar wij altijd in voorzien. Het ontmoeten van nieuwe mensen en het aanhalen van banden met mensen die je kent. En dat is denk ik iets wat mensen zijn sociale dieren. En dat mist men nu. Nee, maar hoeveel geld mag zo'n sociale functie kosten? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een vraag die ik mij elke dag stel. Ja, dat zal een moment komen dat wij, en ik ook veel collega's van mij, beduur zeggen, we gaan de deuren sluiten en wachten op betere tijden. Hoe sta je als horecaondernemer eigenlijk persoonlijk in? Hoe gaat het met je, zou ik bijna zeggen? Ja, het is een zware strijd. En we proberen elke dag weer jezelf te motiveren om het beste te doen. En je probeert te zijn voor je publiek en voor je collega's. Maar leuk is anders. Er zijn tijden geweest dat het ondernemen in horeca leuker was dan nu. Ja, ik zie zelfs dat het je een beetje emotioneel raakt, of zie ik dat verkeerd? Nee, ja, natuurlijk. Ik heb al gezegd, ondernemen in horeca is een hobby van mij. En het voelt eigenlijk voor het eerst voelt het als werken. Dan moet je jezelf wel eens wakker schudden van kom op en weer tegenaan. Normaal zou ik je succes wensen, maar nu heb ik het idee dat ik je meer sterkte moet wensen. Ja, ik denk dat dat op dit moment misschien de juiste woorden zijn.